Surinaamse onderwijsinspecteurs hebben een training gekregen, verzorgd door een team van Jamaicaanse onderwijsdeskundigen. De training is op initiatief van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur gegeven. Het bestond uit een reeks van workshops aan de onderwijsinspecteurs. Vandaag is de training afgesloten in het La La Roque gebouw. De onderwijsinspecteurs hebben elk een toolkit in ontvangst mogen nemen. Minister Lilian Ferrier vertelt waarom de training belangrijk was. Maar de dialoog die we hebben gehad in april van dit jaar heeft ons duidelijk laten zien dat die verbetering niet is voltooid. En u ziet dat, u bent dagelijks met onze kinderen bezig en u ziet hoe moeizaam het gaat. Ja, misschien kleine stapjes. Maar als we dan Suriname plaatsen in dat wereldgebeuren, dan zijn we ergens achter. En elke Surinamer die trots is op dit prachtige land, zoals we net ook hebben gezongen in het volks, die wil dat we Suriname op de kaart kunnen plaatsen. En we hebben genoeg om Suriname op de kaart te kunnen plaatsen. Volgens Ferrier wordt onder haar bewind veel werk verzet om het onderwijssysteem van Suriname naar een zodanige niveau op te krikken dat het goed kan concurreren met andere landen. Ze vindt dat Surinamers een mindshift moeten ondergaan en juist mee moeten helpen het onderwijssysteem te wijzigen. We zijn bezig met een geïntegreerd curriculum voor de 5e, 6e klas, groep 7 en 8. En geïntegreerd betekent dat al die vakken die u nu geeft, taal en rekenen en aardeskunde en lichamelijke opvoeding en handenarbeid, wordt alleen bepaald per leerjaar, niet per schooljaar, per leerjaar, welke competenties, vaardigheden, dat kind ontwikkeld moet hebben als het op dat niveau is. Dus wanneer dat kind overgaat naar groep 7, dan moeten alle competenties van groep 6 al ontwikkeld hebben. Dat betekent, nogmaals, want nu mag dat kind met een 5 voor taal overgaan. Of voor 4. Maar het heeft die competentie nog niet goed ontwikkeld. Kinderen gaan doorstromen. Dus ik kan niet over open. Maar dat kind dat die competentie nog niet heeft ontwikkeld, moet extra ondersteuning krijgen, zodat het in staat wordt gesteld om het te ontwikkelen. Hallo, minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Vandaag bij de afsluiting van de training aan onderwijsinspecteurs door een team van Jamaicaanse onderwijsdeskundigen.